Donderdagochtend verzamelden wethouder Ellie Konijn en een groep leerplicht- en beleidsambtenaren zich voor de 2019-editie van de Dag van de Leerplicht. Op het programma stond een bezoek aan twee scholen, waar de groep enthousiast werd ontvangen. Spannend en tegelijkertijd ook leuk dat er zoveel leerplichtambtenaren er zijn. En tegelijkertijd als school zijnde doen we daar ons ontzettend best voor om de kinderen iedere dag natuurlijk op school te hebben. De dag is voor de ambtenaren een mooie gelegenheid om op een andere manier contact te krijgen met bijvoorbeeld leerlingen, scholen en ouders. Alle kindjes moeten naar school, want er is een leerplichtwet. Dus vanaf 5 jaar ben je verplicht om naar school te gaan. Want leerplichtambtenaren, die zijn altijd heel streng. Toch? Ja, dat hoor ik vaker, maar wat wij allemaal willen is dat deze kinderen gewoon naar school gaan. En dat als het niet lukt, dat er gekeken wordt, nou ja, hoe gaan die kinderen dan wel weer naar school? Dus eigenlijk het enige wat we willen is dat ze met plezier naar school gaan en het echt leuk vinden en gewoon het goed doen op school. Wanneer besloot je, ik word leerplichtambtenaar? Ik heb hbo gestudeerd, sociaal juridische dienstverlening. En eigenlijk op dag 1 kregen we les en dan mocht je een werkveld kiezen wat je nou leuk vond. Toen zei ik, nou, ik vind leerplicht wel interessant. Dus gelijk gekeken of ik er ergens kon oriënteren. Nou, een interview met de leerplichtambtenaar in Amsterdam. En ik was eigenlijk gelijk verkocht. En hoe gaan we dat dan doen? En wat hebben we voldoende geld? Dat is nu mijn taak. Wat zijn nou de grote winstpunten van zo'n dag als vandaag? Ja, winstpunten. Ik leer gewoon heel veel van wat ik vandaag zie. Ook in gesprekken met de kinderen die je dan vragen stellen. Bijna bij ieder wijk zit een kruifkort. Mag er ook in deze wijk ook een kruifkort? Gaan we een brief sturen of een mail? Desnoods met een mooie tekening erbij. En soms is dat een bevestiging dat je goed bezig bent. Als wethouder onderwijs en wethouder jeugdhulp. Maar ook kritische vragen van over leerlingenvervoer en andere zaken. Die mij dan toch wel weer tot nadenken zet. Want je spreekt iets af, dat doe je een aantal jaren, maar de tijd verandert. Dus ik leer heel de dag.